We gaan het programma van het knipperlicht gebruiken om een SOS-signaal te kunnen maken. Het signaal bestaat uit korte tekens, de punt, dat is een LED die eventjes brandt, en een lang teken, de streep, dat is een LED die langer brandt. De S bestaat uit drie signalen met een korte pauze daartussen, de zogenaamde tekenspatie. Na de letter S volgt er een letterspatie om aan te geven dat je aan een nieuwe letter gaat beginnen. De O bestaat uit drie langere signalen met ook een kleine pauze daartussen. Na de O krijg je weer een letterspatie en volgen de signalen voor de laatste S. Ik open de sketch Knipperlicht en kies voor Opslaan Als en geef de nieuwe sketch de naam SOS. Ik sla de sketch op op het bureaublad. Ik haal de commentaren weg omdat deze straks voor een deel niet meer van toepassing zijn. Omdat ik er persoonlijk de voorkeur aangeef dat de brackets die het begin en het einde van een functie aangeven recht onder elkaar komen te staan, voeg ik een extra regel in. Ook bij de functie Loop zorg ik ervoor dat de curly brackets recht onder elkaar staan. Wanneer je de invoegpunt bij een van de curly brackets zet, wordt de bijbehorende curly bracket automatisch omlijnd, zodat je ziet dat ze bij elkaar horen en samen een set vormen. Ik maak er nu een nieuwe functie aan met de naam Punt. Ik geef een curly bracket in en druk op Return. De eindcurly bracket wordt automatisch aangemaakt. De structuur van de functie is void, dan de naam van de functie, punt, haakje open, haakje sluiten, dan een curly bracket die het begin aangeeft van de functie en een curly bracket die het einde aangeeft van de functie. Ik selecteer de code die zorgt voor het knipperen uit de loopfunctie, knip deze weg en plak deze in de functie punt. De punt bestaat eigenlijk uit het signaalpunt. De LED gaat 200 milliseconden aan, en daarna een tekenspatie van 200 milliseconden. De led gaat uit en er is een wachttijd van 200 milliseconden. Ik pas deze tijden aan in de code, voor de functie streep. Kopieer ik de functie punt, plak onder de functie punt en pas van deze geplakte functie de naam en de tijden aan. Voor de streep brandt de LED 600 milliseconden. De tekenspatie blijft 200 milliseconden. Als je de Arduino start. Zal hij automatisch één keer de functie void setup uitvoeren en daarna eindeloos de functie void loop? Alleen de void loop is op dit moment leeg. Het programma doet dus helemaal niets. Daar ga ik verandering in brengen. In de void loop roep ik de functie punt en de functie streep aan, zodat deze twee functies eindeloos uitgevoerd zullen worden. Onder het menu Hulpmiddelen controleer ik of ik voor het juiste bord gekozen heb, de juiste processor en of ik verbonden ben met een compoort. Ik klik linksboven op de knop met het pijltje om het programma te uploaden. De led knippert zoals verwacht, maar ik heb nog steeds geen SOS-signaal. Om de drie korte knippersignalen voor de S te krijgen, kopieer ik de functie punt. En plak die twee keer onder de bestaande functiepunt. Ik doe hetzelfde voor de O, drie strepen. Voor de laatste S kopieer ik het bovenste gedeelte en plak dat onder de rest. Na iedere letter moet er nog een delay van 400 milliseconden komen. Ik plak deze coderegels tussen de bestaande code. Door gebruik te maken van functies is de code in de loop overzichtelijk gebleven. Ik klik op de knop Upload om de code naar de Arduino te uploaden. Het geluid heb ik later toegevoegd zodat je het SOS-signaal niet alleen maar ziet als een knipperend ledje, maar ook kunt horen.